Ja, het is een domper, kan je wel zeggen. Zojuist is de finale van de Europa League gespeeld. Ajax heeft verloren van Manchester United. Hier op het Rembrandtplein, maar ook op het Museumplein keken vanavond duizenden fans. Marika, jij staat daar al de hele avond. Ja, ik kan me voorstellen dat die sfeer daar echt dramatisch is nu. Het is koud, het is donker en het is bovenal niet gelukt. Museumplein loopt leeg, maar de mannen zijn nog wel blij. Het is niet gelukt. Nee, het is niet gelukt. Maar goed, en nu? Mijn moeder zegt altijd, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar wat dacht je, op welk moment dacht je, het gaat nog wel lukken? Ik dacht nog in de tweede helft dat ze er echt als een frisse gedachte weer er vol voor zouden gaan. En dat het zeker zou kunnen gaan. Deze jongens zijn helemaal... Jongens, jullie lijken helemaal niet verdrietig. Ja, we zijn trots op onze club, maar ja, zonder het resultaat, jongen. Je ziet het. Museumplein kent geen verdriet. Ajax-supporters gaan gewoon door. De stad viert toch nog een beetje feest. Klein beetje.